Moussoufa. Pieroni met wat meeval en dan moet hij uithalen. Een goede redding van Cyrus. Dit is de eerste doelpoging na een minuut of zeven. Moussoufa. Hassan loopt goed en heeft Pieroni gezien. Oh, wat een misser. Wat een fraaie assist was dat alweer van Ahmed Hassan. Wat een mooie loopbeweging ook. Hij wordt ook goed aangespeeld door Moussoufa. En dan weet hij perfect waar Pieroni loopt. En dan moet dit eigenlijk een doelpunt zijn. Al neemt hij hem ineens en is dat altijd een risico. De Schacht. Goeie bal van de Schacht op Pieroni. Pieroni, actie. Dat is niet zo zijn ding. Maar krijgt die bal toch voor de goal. Cyrus legt hem klaar voor Hassan. Ai, ai, ai. Pech voor de doelman van Roeselaren. En dan neemt Hassan het geschenk in dank aan. En dat is zijn achtste in deze competitie. De topschutter van Anderlecht. Het begon met die goede, strakke, diepe bal van Olivier de Schacht. Pieroni met de actie. Dat is niet echt zijn ding, maar hij doet het goed. Dan is die bal eigenlijk te dicht bij Cyrus. Maar hij bokst hem niet goed weg. De doelman van Roeselaren. 1-0. Van Damme diep. Hassan gaat weer goed. En neemt die bal goed genoeg mee. Eerste paal. Pieroni. Daar is zijn derde kans. Hassan blijft ze aanbieden. Maar blijft ze voorlopig weigeren. Gilles. Vanaf rechts is er nog niet zoveel gekomen bij Anderlecht deze wedstrijd. Pieroni, Moussoufa geen buitenspel. En dan is het toch 2-0. En wat speelt Anderlecht een ongelooflijk sterk eerste kwartier. Dit was kans nummer 5. En als ik kans zeg, dan zijn het echte grote open kansen. Pieroni alweer met de actie. Ja, en dan is het misschien wel net buitenspel van Moussoufa. Hij wordt niet afgevlacht. En dus is het 2-0 voor Anderlecht. Nog maar zijn derde doelpunt, maar wel zijn tweede binnen de week. Een Mbark Moussoufa. Van Damme. Hassan. Goed op Moussoufa. En dan te stil. Niet hard genoeg ingespeeld. Biglia! Wow, wat een goal! Lucas Biglia, hij scoort eigenlijk nooit. En dan maakt hij een fraaie goal. 3-0 Anderlecht. Wedstrijd nu echt wel helemaal gespeeld. Na 35 minuten in de eerste helft. Die aanval was eigenlijk afgebroken. Moussoufa niet hard genoeg ingezet. Maar dan via de verdedigers van Roeselare komt die bal voor de rechter van Lucas Biglia. En dan via de handen van Cyrus. 3-0. En dan wil die bal in de hoek. Moussoufa komt naar binnen. En dan zijn ze daar met z'n tweeën. En de redding van Cyrus op die inzet van Hassan. Vulcek. Ja, en dan nog eens Cyrus. En dan geven ze Vulcek nog een kans. Omdat er zeer slap wordt uitverdedigd. Mark de Man. Nee, geen buitenspel van Juhas. Gaat hij scoren. Hij legt hem naar binnen. Pieroni. En de goal telt. 4-0. En in de eerste helft heeft hij drie grote kansen laten liggen. In de tweede helft heeft hij aan zijn eerste genoeg om te scoren. Het is een vreselijke dag voor Jurgen Cyrus. En het is een leuke dag voor Ariël Jacobs. Een applausvervanging voor Ahmed Hassan. 20 minuten voor tijd. Al ziet hij dat eigenlijk niet zitten. En dat maakt hij ook duidelijk. Maar het publiek scandeert zijn naam. Applaudisseert, want hij heeft weer een sterke wedstrijd gespeeld. En dat stemt hem toch wat milder. Want die vervanging, dat zint hem nooit. Frutos. Frutos. En nu terugleggen. En dan is het 5-0. Pieroni. Zo heeft hij zijn tweede vanavond gemaakt. En heeft Nicolas Frutos ook zijn nut gehad in deze wedstrijd. 5-0 Anderlecht. En dat allemaal in de laatste 5 minuten van deze wedstrijd. Die eigenlijk maar een minuut of 10-12 een wedstrijd is geweest. En toen liep Anderlecht heel makkelijk weg van Roeselare.
Anderlecht Roeselare eindigt op 5-0. En Anderlecht doet dus een uitstekende zaak in het klassement. Komt op de derde plaats naast Cercle Brugge en schudt Gemina Beerschot en Gent van zich af.